René Tepas, vrouw voetbal Nederland. Hoi. Gefeliciteerd met de wedstrijd als eerste. Ja, dank u wel. Dank u. Hoe was de wedstrijd? Ja, de wedstrijd was wel leuk. Alleen zij haalde tempo eruit heel erg. En dat frustreert wel af en toe een beetje. Maar wij moesten vooral bezig zijn met ons eigen spel. En we hebben een aantal goede doelpunten gemaakt. We konden er misschien nog wel meer maken. Maar uiteindelijk prima resultaat 7-0. Dan scoor je de zesde goal op de 6e van april. Hoe bijzonder is dat? Oh, nou, dat hoor ik nu voor wat het is. Maar dat is leuk, maar ook wel een lekkere goal. Maar ik kreeg ook wel een goede bal van Steve. Dus ik hoefde hem alleen maar te raken. En die zat er heerlijk in. Het was echt een beauty, hè? Voelde je hem zo aan of was het gewoon intuïtie die je had om gewoon door te lopen? Nou, ik dacht niet na. Ik zag die bal aankomen. Ik denk, als hij eroverheen valt, is hij voor mij. En dan moet je hem wel goed raken. Anders gaat hij misschien het stadion uit. Maar nee, hij ging nu mooi boven in het net. Dus daar ben ik wel blij mee. Waarom je dat zegt, de 6 van de 6? Omdat je toch een bepaald iets met getallen hebt. Want 8 is jouw geluksgetal, hè? Ja, 8, daar heb ik wel wat mee, ja. Dat nummer heb ik al heel lang. En dat is gewoon mijn lievelingsnummer, ja. En ik vond je ook heer en meester op het middenveld. Of was het best lastig op het middenveld? Want de gedrevenheid spatte van het team af. Hè? Ja, maar ik denk dat we als heel collectief wel goed stonden. En ze kwamen een aantal keer wel een beetje onderuit. Maar goed, dat hou je altijd in een wedstrijd. Het is voetbal. Maar we stonden daar goed. We hadden die bal snel terug. En we konden vervolgens weer vooruit spelen. Dus dat hebben we prima gedaan als team. Gewoon een mooie, goede teamprestatie. En nu op naar de volgende. Ja, precies. En de volgende, dat wordt toch iets anders, denk je? Of ben je een beetje beducht op dat het wel goed gaat? Nou, het zal iets anders worden. Zij hebben iets meer kwaliteit dan Noord-Ierland. Maar ik denk dat ze wel een beetje ook weer zoals vorige wedstrijd wat inzakken. En daar moeten we weer op voorbereiden. En vooral ook kijken naar onszelf. Wat we daarin beter kunnen doen. Hartstikke bedankt. Heel veel succes. Hè? Dank u wel.